eindelijk een paar dagen mooi weer en een aantal hele mooie nieuwe BMW's binnengekomen in de afgelopen week. Hoog tijd dus voor onze nieuw binnenvlog nummer 27 van 2021. Hier gaan we! In onze video van vorige week vertelde ik je dat het heel moeilijk is om aan een mooi geconfigureerde 5-serie Touring facelift van de 11 generatie te komen. Met deze 520i LCI uit 2015 spreek ik mezelf direct een klein beetje tegen, want ook deze Touring is voorzien van het Affabriek M Sportpakket en hij is nota bene uitgevoerd in dezelfde lakkleur Sofisto Grau Brilliant Effect. Ook deze auto is voorzien van het destijds optioneel leverbare 19-inch stijl 351 wiel, het meest gezochte wiel op een F10 F11 met M Sportpakket. Waar hij verschilt van de auto van vorige week is onder andere in de afwerking rondom de raamlijsten. Deze auto is voorzien van de gesatineerd aluminium raamlijsten, aluminium dakrails en juist blank glas, wat gelijk een hele andere uitstraling aan de buitenkant geeft. En wat ik zo mooi vind bij die gesatineerd aluminium raamlijsten, die tegen die tijd al als kosteloze keuzeoptie binnen het M Sportpakket beschikbaar waren, de staandertjes, de spiegelhuisjes en de spiegelvoetjes wel in het hoogglanszwarte materiaal zijn uitgevoerd, dat geeft een hele rijke uitstraling. Een van de redenen waarom je bij deze 5-serie zo anders naar binnen kijkt, is ook het interieur. Bij de auto die ik je vorige week liet zien was het stemmig zwart leer. En bij deze auto is gekozen voor een hele mooie tonzuurtonachtige kleurcombinatie van die Sofisto Grau Brilliant Effect lak met een oysterkleurig, dus licht leren interieur. Bij die latere facelift F10 F11's werd dat leer nog wat verder verfraaid met wat details hier in het stikpatroon, bijvoorbeeld in de rugleuning. Een ander grappig detail zijn de optionele LED-koplampen die bij deze auto nou niet geselecteerd zijn, maar wat mij vanwege de chique uitstraling van de hele configuratie bij deze auto helemaal niet verstoort. En dat is dan ook wel weer heel tof. Deze 520i beschikt over de 6WB digitale tellers. Dat het een facelift is, herken je in het interieur verder onder andere aan dat mooie nieuwe M-stuurwiel met het kleine ronde airbag. En natuurlijk de grote touchpad hier op de iDrive-controller van de MBT-navigatie. OCD Alert, er staat voortaan een aan-uit-icoontje op de volumeknop van de radio, maar die beweegt mee als je het volume verstelt. Dus voor mensen met OCD zoals ik bestaat er maar één optie en dat is het volume regelen hier op de stuurwielbediening. In onze nieuwe binnenvlog nummer 14 van dit jaar vertelde ik je dat als ik één BMW moest kiezen voor de rest van mijn leven, één hypothetisch model waar ik al mijn jaren mee zou moeten slijten, dat hoogstwaarschijnlijk een 130i vijfdeurs zou worden. Toen hadden we er een in zwart-zwart met een handgeschakelde versnellingsbak en deze week hebben we dit fantastische exemplaar van eind 2010 binnengekregen met een beige leren interieur en automatische transmissie. Deze van origine Zwitserse auto is een aantal jaar geleden door een bekende collega in Nederland geïmporteerd en hebben wij 2,5 jaar terug met toen 52.000 kilometer op de teller aan de laatste eigenaar mogen leveren. De configuratie op deze auto is 130i perfectie. Zwart metallic, Affabriek M Sportpakket, de optionele 18-inch stijl 208 wielen die vanwege de facelift ook als breedzetje zijn uitgevoerd met 215 voor en 245 achter, Affabriek getint glas en natuurlijk heel stoer, precies zo op de kiep, het Affabriek schuifkanteldakje. Zo stoer en sportief als hij aan de buitenkant toont, zo chic en luxe is hij van binnen, met beige leer op de elektrisch verstelbare sportstoelen, het meest uitgebreide navigatiesysteem en die prachtige houtinterieur sierlijsten met de nerf in de lengterichting. Dat deze auto uit december 2010 er een uit de laatste faceliftronde is, herken je aan de buitenkant aan die grotere spiegelbehuizingen en hier in de spiegeldriehoek aan het meest uitgebreide luidsprekersysteem dat voortaan Harman Kardon heet. In het interieur heeft het CCC navigatiesysteem met de kaarten op een DVD plaatsgemaakt voor het CIC navigatiesysteem met de kaarten op een harddisk. Maar het draait natuurlijk allemaal om wat je hier ervaart. Achter het stuurwiel van de 130, voorzien van die latere schakelflippers waarvan er eentje voor terug en eentje voor doorschakelen bestemd is. Dit hier is een E91 3-serie Touring en hoewel de vormgeving je graag anders laat denken, is die 1-serie, die E87, helemaal niet zo heel veel kleiner. Sterker nog, hij deelt heel veel onderstelcomponenten en natuurlijk, zoals in dit geval zeker, een groot deel van de aandrijflijn met grote broer 3-serie. Het verschil zit hem in de marktpositionering en in de afstemming. De 1-serie is wel de eerste BMW die concurreert in het felbevochten marktsegment van pak en beet de Volkswagen Golf. En ten tijde van de introductie van die 1-serie had je nog een aantal premium fabrikanten die hetzelfde probeerden. Audi met de A3, Mercedes met de A-klasse. Ze beloofden allemaal een compacte vertaling van de bekende kwaliteiten uit die grotere modellen. BMW was echt de enige die de claim ook waar maakte op technisch vlak. Daar waar een Audi A3 een Golf met een duur dashboard is en de latere Mercedes A-klasse zelfs een Renault Megane met een hele grote ster, daar vind je in deze BMW 1-serie echt de techniek uit de grotere modellen,
achterwielaandrijving en een lijn 6-cilinder motor. Een peperdure oplossing waarmee BMW het zichzelf bovendien bepaald niet makkelijk maakte, want juist vanwege die achterwielaandrijving is de ruimte in de koffer beperkt en ook de interieurruimte is wat kleiner dan bij zijn concurrenten. De ingenieurs lieten er daarom geen gras over groeien en zorgden ervoor dat de 1-serie dermate geweldige rij-eigenschappen had dat de markt toch bereid was het enorme prijskaartje te betalen. Een 1-serie als deze kostte je 10, 11 jaar geleden nieuw zomaar 80.000 euro. De autovaneerders zijn natuurlijk gek op dit soort vette 6-cilinders. De 130i of deze prachtige 523 met de 2,5 liter N53 die ik je vorige week liet zien en inmiddels overigens ook alweer verkocht is. Maar we kunnen natuurlijk ook niet om een mooi uitgevoerde 2 liter 4-cilinder heen. Daarom heb ik buiten een auto klaargezet die we de afgelopen jaren heel veel in de 6-cilinder variant hebben verkocht. En ik neem je nu graag eens een keer mee in de 2 liter turbo versie. Keyless entry. En de deur maar snel dicht. Maar voor het koude startgeluid van deze motorisering hoef je er nog van niet te doen. Vorige week nam ik je mee voor een rondje. In een uitermate stoer geconfigureerde en overigens binnen 24 uur verkochte 530D Touring. Dus blijkbaar moeten we ons toch ook maar richten op wat andere motoriseringen dan alleen die dikke 6-cilinder benzines. En een goed voorbeeld daarvan ligt onder de motorkap van deze sedan. Dit is een 528i, maar dan met de N20. Dus de 2 liter twin scroll turbo 4-cilinder motor met 245 pk en ver over de 300 Nm koppel. Nou, chiptuners gaan je vertellen dat dat dezelfde motor is als in een 520i of 320i of 420i of noem maar op. Maar dat is niet waar. In essentie zijn ze inderdaad gelijk, maar een wezenlijk verschil is de turbo. De 28i versie heeft een hele speciale turbo. En die zorgt ervoor dat deze motor niet alleen meer kracht, maar met name ook heel flink meer koppel levert. Zowel bij lage toeren als bij hoge toeren is er iemand thuis. En dat is allemaal te danken aan die hele speciale turbo, dus een 528 is wel degelijk iets meer dan een gechiptunede 520i. Dan had ik het net over 420, 428. Er zijn carrosserievarianten waarvan het zo schijnt te zijn dat BMW een andere uitlaatlijn toepast voor een wat ander uitlaatgeluid. En bij een 4-serie bijvoorbeeld meen ik dat ook wel eens te hebben kunnen horen. Een absorptiedemper in plaats van een reflectiedemper. Bij deze 528 hoor ik daar vrij weinig van. Blijft een beetje zo'n soort van natte scheetgeluid. Wat je ook direct merkt als je met deze 528 hier zo door het stadsverkeer rondom onze winkel rijdt, is dat het een motor is die zich natuurlijk in dit soort omstandigheden uitermate goed thuis voelt. Heel veel trekkracht, echt al vanaf stationair toeren het al. En dat samen met die feilloze achterrapsautomaat zorgt wel voor een auto die ondanks het wat hogere wagengewicht, zoals natuurlijk bij zo'n compleet uitgevoerde 5-serie sedan, heel moeiteloos in beweging komt. Dat voelt natuurlijk wel heel comfortabel. Naast het rijgedrag in zulke stadsomstandigheden profiteert er nog iets anders van die 2 liter 4-cilinder turbo motor. En dat is, jawel, het rijplezier. Wat je voelt is dat de motor voorin lekker licht is en ligt natuurlijk evengoed helemaal achterin de motorruimte tegen het schutbord aan. Dus niet alleen het gewicht in de neus is lager, maar het ligt ook nog eens beter verdeeld over de wielen. En dat voel je als je stuurt. Heel fijn, heel direct, heel wendbaar. Dat is toch wel degelijk typisch BMW. Comfort is dus een sleutelwoord bij die N20, de koppelrijke 2 liter 4-cilinder turbomotor. Zeker bij die 28i. En dat past ook wel een beetje bij de overige configuratie van deze auto. Want de kleurcombinatie is natuurlijk eerder iets wat je schoonvader uit zou kiezen. Saffier zwart metallic, waar een beetje zo'n mooie bruine ondertoon in zit, combineert heel mooi met het ziemt leren interieur en de chique blank aluminium raamlijsten. Dat comfort wordt nog verder uitvergroot door het op deze ex-demonstratieauto geselecteerde 223 EDC onderstel met de instelbare dempers. En als je onder de motorkap kijkt, zie je waarom deze auto geen actieve besturing nodig heeft om toch zo lekker wendbaar aan te kunnen voelen. Met de introductie van deze eerste generatie 4-cilinder turbomotor, de N20, werkte BMW toen naar de modulaire motorenfamilie die ze inmiddels produceren, waar ze naar keuze 3, 4 of 6 cilinders afzagen van een soort worst van cilinders. Ook deze motor is natuurlijk al gebaseerd op de techniek van zijn grotere broertjes, maar vanwege de mooi compacte vorm ligt het zwaartepunt van de motor nog verder naar achteren, waardoor deze auto ook zonder die actieve besturing super lekker wendbaar aanvoelt. En ook de overige uitvoering van deze 528i is mooi in lijn met datzelfde thema. Comfortstoelen, het affabriek schuifkanteldak, head-up display, dode hoekwaarschuwing,
radar cruise control, inclusief head-on collision warning. En tal van leuke details, zoals bijvoorbeeld het spiegelpakket met elektrische en klapbare spiegels. En ook typisch BMW, het elektrische zonneschermpje voor de achteruit. En met een paar kloeke eindpijpen. En zonder diepaanduiding op de kofferdeksel hoeft niemand te weten wat er voor in jouw BMW ligt. Is daarmee de 4-cilinder 528i het perfecte alternatief voor de oude 6-cilinder modellen? Wat is het verschil tussen een krokodil? Oftewel, context is alles. Maar het zou mij niks verbazen als deze aandrijflijn met heel veel trekkracht en het superwendbare stuurgedrag een groot gedeelte van de gebruikers van dit type BMW wel eens beter zou kunnen bevallen dan de oude aandrijflijnen. En daarmee zijn we ook alweer aan het einde van onze nieuw binnenvlog nummer 27. Ook voor de volgende week hebben we een aantal bijzondere BMW's in voorbereiding. En maak je geen zorgen, dat zijn weer hoofdzakelijk 6-cilinder modellen. Wil je nu al weten welke dat kunnen zijn? Kijk op autovaneerder.nl/verwacht. Wacht je liever tot ik ze je presenteer? Dat kan natuurlijk ook. Volg ons dan op Facebook of YouTube of abonneer je op onze nieuwsbrief. Tot de volgende keer.